Goedendag en welkom op Brief Vibes. Mijn naam is Hans Lik. Zometeen een week energie van week 17 alweer. Ik hoop dat het goed met je gaat, met jullie natuurlijk. Ja, we gaan eens kijken. Ik heb al twee kaarten uitgependeld. Ik wil ook iedereen bedanken voor de lieve berichtjes, de likes, de aanvragen die ik krijg. Ik ben jullie super dankbaar. Ik groei dankzij jullie en zo groeien we met elkaar. Wil je persoonlijke reading aanvragen? Dan kan dat natuurlijk. Ga dan naar www.revivestarot, staat onder in de beschrijving. Ik heb twee kaarten. Normaal valt er één uit, soms twee, maar ik mocht er twee ontvangen deze keer. Als allereerst heb ik hier meesterschap. En wat betekent meesterschap? Meesterschap is een kaart van het licht. En dat betekent eigenlijk jezelf overstijgen in bepaalde dingen. En daarmee kan het zijn dat jij jezelf spiritueel aan het groeien bent. De valkuil kan wel zijn dat je soms wat onzeker kan zijn. Of dat je bepaalde situaties niet aandurft omdat je denkt dat je het niet aan kunt. Maar juist met deze kaart ben je juist aan het groeien. Door al die hobbels en bobbels op de weg word je sterker. Meesterschap is deze kaart en dat staat dus eigenlijk alle angsten dus eigenlijk terug te voeren. Dus je hebt eigenlijk 6 basisangsten. En dat kan zijn dus afwijzing. Als je iemand hoort, dat is mijn lieve dochtertje. Die is aan het zingen. Ik hoop niet dat het stoort, maar ze is altijd hartstikke vrolijk. Dus in ieder geval, de basisangsten, angsten. Dat kan zijn dus afwijzing, ziekte. Armoede of eenzaamheid, ouderdom en de dood. Dus het kan zijn dat je in deze in bepaalde situaties daar een soort van angst kent. Hoeft natuurlijk niet voor allemaal te zijn. Maar het kan zijn dat je daarover na hebt gedacht. En dat een soort van weerstand opbrengt. En eigenlijk wat de bedoeling is met deze energie. Is dat je eigenlijk deze angst eigenlijk overstijgt. En dus eigenlijk gaat voelen dat er geen angst hoeft te zijn. Want we zijn natuurlijk, je ziel gaat altijd door. Dus het is niet zo dat het hier stopt. We worden natuurlijk gecreëerd met angst. En dat hebben we natuurlijk meegemaakt met de coronatijd. Maar angst is een slechte raadgever. En is ook iets waarbij je dus eigenlijk dingen jezelf tegenhoudt in bepaalde situaties. Maar angst is eigenlijk iets gecreëerd vanuit je ego. Dus je ego gaat je bang maken. En iedereen gaat dood, iedereen wordt ouder. Iedereen heeft wel eens te maken met ziektes of armoede of afwijzing of dat soort dingen. Maar dat is niet erg, want daardoor groei je. En een afwijzing hoeft niet altijd een afwijzing te zijn. Want het kan heel goed zijn, meestal is het zo, dat het gewoon niet voor jou bedoeld is. Dus dat is de eerste kaart. En nu heb ik een prachtige andere kaart. Wauw, kijk hoe mooi deze is. En dit is de kaart van creatie. En creatie staat eigenlijk succes. Dat succes eigenlijk een product is van de grote verbeeldingskracht. En deze kaart vertelt eigenlijk dat je jezelf eigenlijk mag gaan oefenen met dus de kracht die je hebt. En dat gaat eigenlijk over de gedachtekracht en wat je kunt manifesteren. Dus probeer eens je de meest uitdagende fantasie of uitdaging die je hebt, wat jij in realiteit wilt voortbrengen, ook te doen verbeelden. Dus, en wat daarmee bedoelt, eigenlijk is het een beetje zo als jij dus iets voelt wat je graag wilt. Dat is met mediteren ook vaak zo, dan heb je soms beelden of visioenen. En vaak voel je ook dan een bepaalde manier. Het is belangrijk als je iets wilt manifesteren of iets wilt gaan creëren. Dat je dus al voelt hoe het voelt als je het hebt. En dat is eigenlijk de sleutel van het manifesteren. Dus het al in de realiteit eigenlijk zien en voelen. Want je lichaam is een trillings. Je lichaam is energie. Dus jouw lichaam reageert op bepaalde trillingsniveaus. En als jij dus vanuit jezelf een bepaalde trilling naar het universum stuurt, komt dat weer terug. En dat heeft dus eigenlijk ook te maken met angst. Dus zit jij veel in angst, want dit kan dus wel een trigger zijn waarom we misschien bepaalde situaties voor jou niet worden gemanifesteerd. Kan het dus zijn dat een van die basis
angsten een blokkade kan zijn. Dus afwijzing, ziekte, armoede, bang voor armoede misschien, of eenzaamheid, of bang om ouder te worden, of bang voor de dood, noem het maar, of bang om mensen te verliezen. Dus dat zijn, ga daar dus voor jezelf na, als hij iets wil gaan creëren voor jezelf, of daaronderliggend, als hij iets wil manifesteren, ook nog angsten liggen. Dus dat is een beetje een tegenstrijdig iets, maar ook wel mooi, want zo kun je wel met jezelf aan de slag gaan. Let wel, ik heb natuurlijk verschillende boodschappen, dus pak ook echt welke boodschap voor jou bedoeld is. Hè? Het hoeft niet zo zijn dat deze hele reading voor iedereen hoeft te kloppen, maar pak er echt uit wat voor jou belangrijk is. Ja, transition. En deze heb ik eerder gehad, maar we zitten ook echt in een transformatie. Je ziet hier winter en lente. En daar zitten we ook eigenlijk in. Dus, en dit is eigenlijk ook. Dus jezelf eigenlijk masteren dat jij ook in een tussenperiode zit. Het is ook belangrijk om jezelf misschien te gronden. Dus echt te mediteren, de natuur in te gaan. Ik zeg het vaker, maar echt ook op je gevoel af te gaan. Ik zie in ieder geval wel dat met deze transitie dat er heel veel op je pad kan komen. En dat het ook heel snel kan gaan als jij dus die angsten die jij misschien voelt onderliggend, dat hoeft natuurlijk niet zo te zijn, want mensen kunnen soms ook een masker dragen, maar je voelt het voor jezelf. Dat als jij die afdoet, dus die laagjes van jezelf wegneemt, dat je dus ook kan creëren wat je wilt. Als jij dus die angsten accepteert, want dat is heel belangrijk, dus een soort van acceptatie, ja, dat jij... Dat iedereen die angsten heeft, maar dat het niet nodig is eigenlijk. Want angst is vaak een illusie van iets wat wordt gecreëerd vaak ook. Hè? Want iedereen, wat ik al zei, iedereen gaat door transities heen. En daar zitten we echt ook in. En het is belangrijk om dus die angsten onder ogen te zien. Dus heb je bepaalde angsten... ga ze onder ogen zien. Wat mag ik nog meer ontvangen? Het is echt belangrijk om misschien inderdaad te mediteren. Wat ik al zei, ground yourself. Dus de natuur in te gaan. In jezelf, ik zie hier ook het derde oog. Dus meer te focussen op bepaalde dingen. Dus echt met je gevoel. En niet altijd met je verstand. Want je verstand is vaak je ego die er van alles van vindt. Wat mag ik nog meer ontvangen deze week? De drie van... Ja. Forgiveness, sorrow en healing. Dus er is iets waar je van mag helen. Dat kan je angsten zijn. Je mag je helen van je angsten. Afwijzing, ziekte, armoede, eenzaamheid, ouderdom of dood. Dit is echt een kaart waar echt de drie van zwaarden heeft daar ook echt mee te maken. Dus sorrow, angsten. Bang voor verlies of bang voor iets of bang voor bepaalde situaties. En je mag jezelf daar ook in genezen en ook jezelf vergeven in bepaalde situaties. Want als je dat doet, dan wordt alles verlicht. Wat mag ik nog meer ontvangen? Ja, weer een drie. Wauw. De drie van water. Community, vriendschap. Dus het kan zijn dat... Dit is een blokkade, hè? Dus het kan zijn dat bepaalde vriendschappen of bepaalde communities of familieleden gewoon niet meer passen bij hetgeen waar jij voor wilt gaan staan. En dat heeft alles te maken met die transitie. Alles te maken met creatie. Waar word jij gelukkig van? Want familie mag je ook zelf kiezen. Dus het is niet zo dat jij vastzit daaraan. En vaak wordt dat wel zo gezien dat je iedereen tevreden moet houden. Omdat het familie is of omdat het vrienden zijn. Maar waar word jij gelukkig van? Word je echt gelukkig van dat? Want ik zie hier die prachtige vlinder. Ik zie gewoon een transformatie daarin. Dus... Het kan zijn dat je gekwetst bent door familie of dat er iets speelt met bepaalde personen die niet meer in één lijn liggen met hoe jij bepaalde dingen voelt en ziet. Want er is echt een verschuiving en ik merk het zelf ook. Ik merk bijvoorbeeld dat de tijd heel snel gaat en dat had ik altijd al. Maar op een of andere manier voelt het wel of alles veel sneller gaat. En daardoor
Ja, moet je ook genieten. Want en bepaalde personen die ook inderdaad niet meer bij je passen. Je hebt dat veel sneller, voel je dat. En je kan daar aan trekken. Je kan wel alles willen om dat iedereen tevreden te houden. Maar als het niet meer goed voelt, dan is het ook tijd om los te laten. En dat is een beetje wat ik voel. Ja, nou ja. De actie die je kan ondernemen. Ja, ik had het al over liefde. Relaties, emoties en keuzes. Ja. Eigenlijk alles in één, ik krijg gewoon kippenvel. Maar dat is wel een beetje het thema. Dus wat past er nog bij jou? Waar kan jij die angsten, die creatie die je graag wilt hebben, passen daar de mensen nog bij die jij in je omgeving hebt? Of kan je die beter loslaten en pas jij meer bij mensen die op dezelfde lijn zitten? Want je zult zien dat je door die transitie gaat en dat er mensen op je pad komen. En ik zeg het vaker deze tijd, ja, the Wheel of Fortune. Dat er dus een transitie is van een hele grote shift. En daar passen gewoon bepaalde mensen niet meer bij. En dat is helemaal niet erg, want zo gaat dat. Dat heb je als je op school zit, verlaat je de klas of dan ga je naar een andere school. En dat zijn allemaal fases in je leven die erbij horen. En dat is, we zijn nu ook op een punt als je op een bepaalde leeftijd bent, dat ook vriendschappen en bepaalde banen of collega's of noem het maar, voor iedereen zal dat verschillend zijn, niet meer bij ons passen, omdat wij zijn gegroeid, we zijn geshift. En niet iedereen heeft dat. Laat ik dat voorop stellen. Niet iedereen iedereen is wel spiritueel, maar niet iedereen heeft daar iets mee. En als jij wel dieper daarin gaat, dan zul je zien dat bepaalde mensen of oordelend zijn of iets ervan vinden. En dan voel je al van, oh, ik kan eigenlijk niet meer mezelf zijn. Ik kan niet meer eigenlijk zijn wie ik ben. Ik kan niet meer praten over bepaalde situaties of bepaalde gevoelens. Omdat ze niet op één lijn zitten. En dan voel je eigenlijk al, is dit voor mij het nog waard of kost het mij energie? Dat is een beetje wat ik hierbij voel. Maar in ieder geval, ik rafel weer door. Maar in ieder geval zie ik hier dus relaties. Dus bepaalde relaties, lovers, keuzes maken en emoties waar... Welke allerhoogste liefde kan je voor gaan? Het kan ook voor twin flames natuurlijk zijn dat er een transitie is. Dus ik wil dat natuurlijk ook even mee vertellen. Maar dit is natuurlijk wel een spirituele kaart ook voor de tweelingzielen. Nou weet ik dat er veel tweelingzielen op mijn kanaal ook zitten. Maar dit is wel dus wat er speelt. En ook in tweelingzielenland, om het zo maar te zeggen, in de wereld. En heel veel mensen verbreken ook relaties. Dat zie ik om me heen. En ik ben al vrij dat ik dingen aanvoel. Dus vaak zie ik ook dat mensen eigenlijk helemaal niet gelukkig zijn alleen voor de buitenwereld. Dat zie je ook op Facebook. Dat mensen heel veel dingen posten. En dat ze heel erg gelukkig zijn terwijl achter de schermen er veel meer speelt. Dat moet iedereen natuurlijk voor zich weten. Maar heel veel staat op knappen. En heel veel mensen kunnen het gewoon niet meer opbrengen. Omdat het niet meer in één lijn is met hun gevoel. In ieder geval de lovers. Dus actie ondernemen, keuzes maken, voor de allerhoogste liefde gaan, de allerhoogste keuze in je baan. Ja, transformatie. Je chaoticiteit. Dat kan misschien chaotisch aanvoelen, maar door die chaoticiteit krijg je wel life change, liberation en realisatie. Dat tijd is om dus dingen los te laten. Want je ziet hier ook die prachtige weerenvlinder. Wauw. Maar dit zegt eigenlijk dat er dingen niet meer, dat de dingen getransformeerd moeten worden. Dat is grappig, want ik zie 3-3 en ik zie hier 2 keer 6. Grappig. In ieder geval zegt dit mij dus dat er chaoticiteit, of dat het misschien chaotisch voelt voor je, om bepaalde keuzes te maken. Maar het is wel vaak zo, ga je zelf de keuze niet maken, dan gaat spirit dat doen. En... dan moet je wel transformeren. En dat is niet vervelend, maar het is wel... Je kan zelf ook keuzes maken om het jezelf wat makkelijker te maken. In plaats van het erop af laten komen of om het maar te zien. Ik ga eens kijken wat ik... met transformatie... De torenkaart kan soms... Wat ik al zei, wordt soms echt wel gezien als chaotisch. Maar het is wel, het gaat je zoveel opleveren. Het gaat zoveel realisatie bij je brengen.
gewoon wat veel beter bij je past. En vaak zie je dat pas na een tijdje. Als je er middenin zit, zul je denken, oh, wat vervelend en wat voelt dit op dit moment naar. Dat hoeft niet voor iedereen, maar soms is het wel omdat het onbekend is. En vaak willen mensen iets vast hebben, hè? Iets tastbaars of iets, ze willen iets moet ik het zeggen, houvast hebben. En met de toren is dat wel zo dat het gaat gammelen. Dus dan komen er transformaties. Wat uiteindelijk gewoon waarvan je denkt, goh, als ik dat niet had gehad, dan was ik hier niet gekomen. Dus uiteindelijk komt het allemaal goed. Wat mag ik nog ontvangen als eindkaart? Oeps, heel veel zie ik. Ik ga hem even terug doen, want ik vind het iets te veel uit. Ja, kijk, nou, ik pak hem wel even. De 10 van pentakels. Wauw, ik heb veel 10 de laatste tijd in mijn readings. Ja. Security, wil ik zeggen. Zekerheid. Tradities. Een 14. Dus let ook op tekens. Dus het is heel belangrijk om je pad ook te volgen. Op weg naar stabiliteit. Want na die misschien transitie. Je ziet hier eigenlijk ook dat winter en die lente. En je ziet eigenlijk met die transformatie ook die storm. Maar wel die transformatie met die vlinder en die tijd. Dat de tijd is gewoon nu gekomen om dus voor jezelf te kiezen. Voor het allerhoogste liefde. Voor jezelf, voor je familie. Voor familie waar je dan echt van houdt. Want niet iedereen kan natuurlijk met familie opschieten. Dat is natuurlijk ook zo. We hebben natuurlijk familie. Maar dat hoeft niet te betekenen dat per se mensen zijn waar je mee moet gaan. Dat klinkt misschien heel hard, maar dat is wel hoe het is. Wat mag ik nog weten over die 3 van R? Ja. Alweer de 3 van zwaarden. Wauw. Ja, 3 van lucht. Ja, je zal met de tijd helen. Laat het verleden eigenlijk los. Persoonlijke groei komt eraan van de uitdaging die je op je pad hebt gehad. Ik heb deze eerder gehad. Maar je gaat veel meer realisatie krijgen over hoe bepaalde dingen in je leven zijn gegaan. En het is belangrijk om voor je op te komen. Deze had ik eerder. Dus er is echt iets in jouw energie waar jij jezelf moet gaan gronden. Dus echt mediteren. Al die negatieve energie loslaten. In je power staan. Grappig, want deze had ik vorige keer ook. Vorige week. Dus je zit daar nog middenin. Maar 3 keer de 3 van zwaar, dat is pittig. Dus je hebt echt, je bent door best wel een heftige tijd. En je zit daar waarschijnlijk ook nog in. Om dus keuzes te maken. Om dus voor jezelf op te komen. Wat mag ik nog weten over die 3 van water? Oeps, balance. Het zijn er heel veel. Ik ga ze even. Ja, release weer. Dus weer de torenkaart. Dus release oude patronen, oude gedachten, angsten die je hebt. Oeps. Weer heel veel. Nou, zet hem even op pauze. Dan pak ik even de kaartjes. Oeps, nou, dat was ik weer. Dat zul je niet zien. De zon gaat ook schijnen heerlijk. Daar zijn we wel aan toe, hè? Ja, weer de 5 van vuur. De koningin van vuur. Ja, jezelf onafhankelijk opstellen. Ja, conflict met anderen staat hier. Loop weg van drama. Of het moet je echt tijd opleveren. Dus wat ik hier al zie, tijd is kostbaar. Tijd gaat, wat ik al zei, tijd gaat heel snel. Wil je nog energie steken in mensen die
waar je eigenlijk wat energie kost en wat tijd kost, terwijl je dat ook in jezelf kan steken. Want het is tijd om weer voor jezelf op te komen, zie. En deze had ik in mijn vorige reading ook. Dus het is echt belangrijk om je spiegel voor te houden. En eigenlijk jezelf independent op te stellen. Geloof in jezelf staat hier. En maak je dromen waar. Wauw. Het is belangrijk om een balans te creëren in jezelf. En in je persoonlijke leven en ook op je carrière. Dus er is iets wat ik al zei, onbalans is. Want ik zie die drie en hier die drie. En deze boodschap is echt voor de mensen die veel te veel aan het pleasen zijn geweest. En die eigenlijk zichzelf op de achtergrond hebben gezet om anderen dus gelukkig te maken. En ik herken dat. Ik doe dat zelf ook, omdat ik ook met angst heb gezeten. Niet van ouderdom of eenzaamheid, maar ziekte ook niet. Maar wel van, ben ik goed genoeg? Ben ik... En dat komt allemaal door mijn ervaringen wat ik heb meegemaakt vanuit mijn jeugd. Dus wel een traumabond misschien. En ik ben nu ook ook een transitie van wat dient mij nog? Waar word ik echt gelukkig van? Zo heeft iedereen zijn eigen karma en zijn eigen levenspad. Wat mag ik weten over de lovers? Dat is natuurlijk wel een prachtige kaart. Al staat er natuurlijk wel voor keuzes maken. Waar ga je voor? Ik maak er weer een rommeltje van. Komt vast door die toren die hier ligt. Weer de vuurkaart. Wauw. Ja, wees optimistisch. Ga een plan starten. Ga visualiseren. Doe dingen waar jij passioneel in bent. En maak ook dingen af. Dat zegt die kaart ook. Dus het kan zijn dat je iets hebt laten liggen en dat het nu tijd is dat je dat weer oppakt. Maar ik snap door alle geruis dat je het hebt laten liggen. Maar het is belangrijk om dus... de kansen die je nu krijgt of voor jezelf gaat creëren of manifesteren, dat je daar ook echt mee bezig gaat. En keuzes daarin gaat maken. Dat is heel belangrijk. Want je krijgt een nieuwe kans op je pad als jij dus die keuzes gaat maken. Wat mag ik nog weten over die transformatie? Dat zijn er twee. De hoge priesteres. En de twee van zwaarden. Ja, dus het kan zijn, dat jij misschien vast blijft hangen in bepaalde situaties. Ik moet natuurlijk eerlijk zijn. Hier staat ook echt letterlijk. Het is belangrijk om een keuze te maken. Volg je eigen hart, dan weet je de weg. Alleen, het is niet de bedoeling dat jij anderen meer gelukkig maakt, maar jezelf. En net te doen of er geen probleem is. Het is nu juist wel te zeggen als er iets is of als er iets op je hart zit dat je dat uitspreekt. En daar kan je misschien mensen mee verliezen, maar dan blijf je wel dicht bij jezelf. En dat is echt het thema. En dat is ook die transformatie. Dus kom voor je, ik krijg gewoon weer kippenvel. Kom voor jezelf op. Ga niet mensen meer pleasen, want dat is niet meer de tijd. En ga mediteren, wat er ook staat. Dus als het chaotisch voelt, ground yourself. Ga de natuur in. Het wordt weer hopelijk wat mooi weer. Ga lekker het bos in. Maar in ieder geval is het belangrijk om je intuïtie te volgen. Oeps. Ja, nou ja, je verzint het niet. Echt waar. Kijk. 2 keer 10 van pentakels. Nou, als dat niet een prachtige boodschap is. Ja, hier staat ook... Financiële zekerheid. Met jezelf en met een familie. Of het hoeft niet familie te zijn, maar mensen die je aan het dicht bij je hart staan. Het is belangrijk om rust in je leven te krijgen. Om voldoende bepaalde tradities of passie te creëren voor hetgeen waar jij voor staat. Met 10 keer 10 van pentakels op het eind. Ja, dat is bijzonder. Weer. En release. Ja, het is belangrijk om dingen te leren.
Ja, release. Dus die staat ook release dingen. Want dat leidt eigenlijk tot een nieuw begin. Het is belangrijk om bepaalde situaties die je tegenhouden los te laten. Een spirituele transformatie. Wauw, ja, echt mooi. Ik ga eventjes nog een kaart pakken van de boodschap van de dieren en dan sluit ik hem af. Maar ja, dus het thema is eigenlijk loslaten, jezelf grounden, manifesteren wat je wilt, vrij van angsten zijn wat mensen van je denken. Je zit echt wel in een transitie en dat zitten we al een tijdje, maar dat kan pittig zijn. Maar als je met je hart gaat kiezen, wat hier ook staat, niet meer mensen gaat pleasen, wat ik eigenlijk ook al zei, dan zul je zien dat alles in één lijn voor je gaat komen. Want dan leef je vanuit je hart en niet vanuit een ander. Zijn perspectief, hoe anderen jou willen zien. Want wat wil jij zelf? En dat is soms makkelijker gezegd dan gedaan, maar geloof me, als jij je eigen waarheid gaat spreken, dat voelt als een opluchting. En ik heb daar ervaring mee, want ik was ook een mensenpleaser en ik ben het nog wel. Soms betrap ik me erop, maar wel voor de mensen die het verdienen. En niet meer voor iedereen. Leg een solide basis heb ik hier. Dat is nummer 4. Die ga ik even voorlezen. De spirit van een bever verschijnt om je te vertellen over de kracht die in je zit en er geboren is vanuit spirit, de bron waaruit al het leven ontstaat. Door deze boodschap kun je in contact komen met de heilige universe, zelenbewustzijn. Zodat je bewust de wereld kunt creëren, wat er ontstaat, creatie, waar je naar verlangt. Maar weet je dat je hiervoor wel echt moet werken? Om een solide basis te leggen voor je dromen, moet je vastberaden zijn en volhouden, wat hier ook al zijn. Dus maak dingen af. Als je ergens aan begint, misschien heb je ben je aan iets begonnen of had je een idee, ga daar aan mee aan de slag. Als je met een bever als partner de takjes en de twijgen van je intenties en wensen bij elkaar zoekt en ze over de rivier van tijd verspreidt, dan zul je versteld staan wat je kunt doen. Je zult ontdekken dat je zelfs je leven van richting kan laten veranderen. Je kunt zeker van zijn dat je leven welvarend en doelgericht zal zijn, vol liefde en vreugde en rijk aan magie en betekenis. Wat je graag wilt, zal naar je toe komen en behouden blijven als je maar op een stevige basis gegrond bent. Hou je intentie en energie constant en wel overwogen. Zet al je hulpmiddelen in en maak gebruik van de kracht van deze vruchtbare tijd. Geloof erin, want wanneer je samen met de bever doet, ben je verzekerd van succes. De bever is je partner die je helpt. Als je de koers van het leven verandert, omdat je dat je het in het hart graag wilt. Dit is wat ik voor je heb. Hey, Feline. Dit is wat ik voor je heb. Mocht het resoneren, laat het me weten. Abonneer, like, deel. Ik wens je al het goeds en ik hoop je snel weer te zien. Doeg!